hebt een aantal hinderlijke figuren in elk land die de levensgevaarlijke informatie verspreiden over corona. Een groep vergelijkt de ziekte met griep en beweert dat griep meer mensen doodt dan corona. Dat is niet waar. Per jaar sterven er 600.000 mensen aan griep. En dat is ongeveer 0,1% van het aantal dat de griep krijgt. Dus de mensen die snel kunnen rekenen weten dat per jaar 60 miljoen mensen griep krijgen. Bij corona zien wij een veel hoger percentage, namelijk 3,4% gaat dood. Een kanttekening. Deze 3,4% geldt voor het aantal sterfgevallen in landen met een hoog ontwikkelde gezondheidszorg. Corona is dus minstens 34 maal gevaarlijker dan griep. Dat is een wetenschappelijke feit. Iedereen die dit ontkent is een dwaas. Een andere levensgevaarlijke dwaling is dat zwarte mensen immuun zouden zijn voor corona. Deze dwaling is ontstaan omdat er weinig besmettingen voorkwamen in Afrika. De lage frequentie in de Afrikaanse landen heeft niets te maken met genetische immuniteit bij zwarten, maar alles met het geringe contact tussen de Afrikaanse landen en China, de bron van het virus. Want we kunnen constateren dat van de meer dan 28.000 doden in de VS, 50% uit Afro-Amerikanen bestaat. Terwijl die groep slechts voor 14% vertegenwoordigd is in de totale bevolking. Hiermee is onomstotelijk de bewering weerlegd dat zwarte mensen immuun zouden zijn voor corona. Corona kent geen medelijden met mensen die simpel van geest zijn. Dat is duidelijk. Een levensgevaarlijke dwaling onder Surinamers is dat je door vitamine C in te nemen, kwasibita te drinken en sopropo te eten, de weerstand of de kans op een virusbesmetting verkleint. Dit is een levensgevaarlijke onzin. Het virus is nauwelijks 5 maanden oud. Hoe kunnen Surinamers die geen virologie gestudeerd hebben weten dat de immuniteit van mensen verhoogd wordt wanneer ze dit soort producten tot zich nemen? Dat kunnen ze niet weten omdat ze niet die wetenschappelijke kennis in huis hebben. In geen van de landen waar dit virus huisgehouden heeft, wordt deze onwetenschappelijke opvatting gehuldigd. Wie denkt dat hij de kans op besmetting verkleint door bovengenoemde producten tot zich te nemen, loopt een heel groot risico deze vorm van primitief denken met de dood te bekopen. Zeer tragisch is dat zij anderen zullen besmetten die hun bekrompenheid niet delen.